Wat ben je aan het maken? Huh? Wie is dit? Mijn leuke Sebastian. Ja mensen, Ro is het geboortebord aan het maken. Ja, je kan het niet zo goed zien, dat hoeft ook nog niet. Maar je ziet al dat ze al het schaartje van de krab heeft. Benieuwd naar de rest? Oh, wat leuk. Kijk eens, wat leuk. En wie ben je hier aan het maken, schat? Simba. Simba. Wie? Simba. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik doe even lekker snel, is Rosanne het geboortebord te maken. Ze moet nog een Donald Duckje, nog een Mickey Mouseje. En nu is ze Simba aan het maken. Nou, ben je toch goed bezig, schat? Kijk eens wat leuk hier. Ze is alles al in het kleuren. Nou, deze is wel echt geweldig. Allemaal met de hand gemaakt. Gewoon ook nog eens met twee handen kunnen schilderen. Links en rechts. Ja, ik ken het niet hoor. Dat kunnen die kosten doen. En schat, leg uit. Nee. Waarom niet? Dat het veel energie kost. Ja, ik help je toch? Ik heb Donald Duck net gedaan. Ja, ik heb ook iets gedaan. En ik heb Mickey Mouse een beetje blauw gemaakt. En gekleurd, hè? Niet getekend of zo, hoor. Nee, oh, jij mag met de eerste strijken, ja? Oh, het begint er al wel op te lijken, hè? Hm? Mm-hmm. Ja, ik ben mee aan het helpen. Ik heb wit gedaan. En Ro heeft de rest gedaan. Ja, en ik heb dat op dit pakje wel gedaan, net nog een keer over. Maar Ro, jij moet hier echt je beroep van maken, schat. Ja, tuurlijk. Kijk eens hoe lang ik hiermee bezig ben. Moet je eens kijken hoe goed jij dat uit de hand kan tekenen, man. Dat is toch geweldig? Tekenen is niet het moeilijkste hiervan. Tekenen is het makkelijkste. Schilderen is niet mijn hobby. Nou. We zijn nu echt al heel hard aan het verven. En zoals jullie kunnen zien. Staat er al een M. En we zijn nu aan de naam bezig. Die zijn we aan het inkleuren. Of in ieder geval Ro is die aan het inkleuren. Maar ik ga niet zeggen wat voor naam. Dus dat zien jullie pas. Als het kindje geboren is, wat voor naam het wordt. Ik zeg spannend. Nou, ik zeg RTL Boulevard kijkers. Tot ziens.